Hey jongens, Kamen hier met een review van de D3CR van Haley Strategic in Chesterwick. Nou, ik heb de camera weer wat omlaag gedaan om wat beter beeld te geven van de D3CR. Zoals je kunt zien, het heeft ruimte voor 5 magazijnen, officieel 4 eigenlijk, want dit is eigenlijk geen magazine pouch. Kom ik zo terug. In ieder geval, het systeem is zo gemaakt met in gedachte dat jij een radio en medical pouch gewoon altijd los vast op je hebt. En dat je deze Chesterwick gewoon makkelijker losmaken zonder die twee dingen te verliezen. Nou, zorg ervoor dat de Chesterwick wel een kleiner profiel heeft in vergelijking met anderen. Dit is ook allemaal vast, er zit geen molly, die is allemaal vast opgemaakt. Dat dus, zoals ik zeg, ook weer helpt door een klein profiel te maken, een klein pakketje. Er is ruimte voor 4 magazijnen. Dit kunnen M4 magazijnen of gewoon AK magazijnen. Ik heb zelf een paar van die US Pal magazijnen die hier gewoon prima in passen. Deze pouch is de Stuff It All pouch. Zoals je ziet, ik heb hier nu een magazijnen zitten wat prima in past. Maar hier passen ook andere dingen in zoals katen of waterflesjes. En ja, als je er niks over doet, kun je dit gewoon aantrekken. En heb je gewoon een plat, dun pakketje waar je nergens last van hebt. Ik zal even deze magazijn weer terug in doen. Maar ik heb ondervonden dat een AK en een M4 magazijn hier prima in past. En het gaat nergens heen. Dus, deze twee poutjes aan de zijkant zijn gewoon utility poutjes. Hier zit er niks in. Is tevens hier ook ruimte voor een G Incog holster van Haley Strategic. Dus je zou hier gewoon een pistool in kunnen doen als je dit zou willen doen. Aan de linkerkant heb ik dan gewoon een radio in zitten waar meer dan genoeg ruimte voor is. Aan de voorkant, hier, dit zijn dan twee multi-mission pouches. Hier is dan uiteraard ruimte in voor, zoals je ziet, pistoolmagazijnen van allerlei soorten varianten, multi-tools, zaklampen, bedenk het maar. Onderin in het materiaal zelf zit ook nog een magneet verwerkt, wat voor wat extra stevigheid zorgt om dit op zijn plek te houden. Materiaal wat gebruikt is voor deze Chesterwick is gewoon uiteraard Cordura. De straps hier zijn van goed dik leer. Het is ook extra gestikt, houdt goed vast, het verschuift niet en het zal ook zeker niet op korte termijn kapot schuren. Bij de klepjes en normale bevestigingen is het gewoon dubbel gestikt, naar de zijkant de kruising gestikt. Bij de bevestigingspunten waar ook goed aan gedragen wordt, is het kruislinks en dwars gestikt, extra zelfs nog een keertje, zodat het niet loslaat. Het gaat nergens heen, het zal het niet kapot scheuren. Kan meer dan genoeg gewicht dragen. Gaan we een beetje hebben over de andere functies van deze Chesterwick. Aan de achterkant zit velcro. Daar overheen zit weer een ander stuk stof geplakt met ogen eraan. Dat zorgt ervoor dat het velcro niet tegen je borst aanschuurt de hele tijd, omdat het dus afgedekt is. Je kan dat stuk stof eraf halen. En dan is er een mogelijkheid om speciale expansiesystemen eraan te plakken die voor de D3CR zijn gemaakt. Laat je eerst even deze zien die ik zelf heb gehaald. Dit is dan gewoon een magazijn expansiesysteem. Je kunt er dan gewoon weer 2 M4 of 2 AK magazijnen in. Met kijk, haken en ogen eraan. En dan plak je vervolgens gewoon door het stof eraf te halen. Met de ogenkant op de haakkant te plakken. En vervolgens hetzelfde stuk stof er weer aan te plakken, waardoor het weer mooi is afgedekt en niet tegen je borst aanschuurt. Er is ook een pistol badge variant te halen hierop, die je echt kan plakken door gewoon je pistool hier mee te nemen. Die twee systemen zorgen ervoor dat wel de Chesterwick iets verder naar voren komt, maakt het profiel iets groter, maar het is eigenlijk bijna niks om eerlijk te zijn. Er is ook nog een expansiesysteem die je aan het velcro kan bevestigen, die dan hier aan de onderkant hangt als het ware. Dus meer voor utility spullen. De pouch zelf aan de binnenkant heeft ook nog velcro, dus je kan die expansion pouch gewoon helemaal zelf indelen zoals jij zelf wilt. Een mooie functie van deze Chesterwick moet ik zeggen. De clips hier kunnen uiteraard gewoon losgemaakt worden. En door de Swift clip systeem te halen, kan je het ook aan een hele groot aantal plate carriers bevestigen. Ik weet bijvoorbeeld dat dit systeem heel goed werkt met Mayflower. Nou ja, die Swift clip systeem
Kun je gewoon ook aan mijn LBT bijvoorbeeld plakken en kan ik deze chestrig aan mijn LBT bevestigen. Dus een mooie functie. Ja, het is toch wel een mooi stukje van deze chestrig moet ik zeggen. Maar ja, er zijn ook wel wat mindere delen eigenlijk. De grootste minpunt eigenlijk vind ik gewoon puur de prijs. In Europa kun je deze chestrig halen voor 180 tot 200 euro gemiddeld. En ja, alleen voor een chestrig aardig duur. Ik vind het nou net niet dat geld waard eigenlijk. Als het 30 tot 40 euro goedkoper was, vond ik het wel een goede prijs eigenlijk. Dus ja, het is wel een beetje overpriced naar mijn mening. Ja. Ik hoop dat jullie de video informatief vonden. Als jullie nog vragen hebben over deze chestrig, stel ze gerust in de YouTube comments. Er staat ook een link voor dit product in de YouTube comments als je interesse hebt. En voor de rest, sub, likes en shares zijn welkom. Garmin out. Oh, hey, pas op hond. Hey. Ja, dit is de erste hond van Garso. Ja.